allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik kreeg in ieder geval op mijn TikTok heel veel de vraag of ik een keer wil laten zien hoe ik prik en zo, omdat ik diabetes heb. Dus ik dacht, ik ga jullie vandaag een dagje meenemen met wat ik in mijn leven doe op het gebied van diabetes. Dus ja, hopelijk vinden jullie dit leuk om te zien. En doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laten we dan maar snel beginnen. Wat diabetes inhoudt. Als je diabetes hebt, werkt de alvleesklier niet meer en die maakt insuline aan. En dat wordt dus bij mij niet meer aangemaakt. En daardoor wordt niet meer ervoor gezorgd dat het suiker in mijn bloed gelijk blijft. Maar kan het gewoon heel erg stijgen als ik dingen eet. En daarom moet ik zelf insuline toedienen. En dat doe ik met een pompje. En dat is dit ding. En er zit een slangetje aan. En dat gaat naar een pleister op mijn buik. En die moet ik ook één keer in de zoveel dagen vervangen. Dat heet een Mio. En dat moet ik ook vandaag doen. Dus dat ga ik ook laten zien. Ik ben de video aan het editen. En ik heb gezien dat ik helemaal niet uitleg waarvoor dat meetapparaatje is. Maar dat meetapparaatje is om te controleren. Tenminste om te kijken hoeveel suiker er in mijn bloed zit. En tussen de 5 en de 8 is ongeveer goed. Hoger is te hoog. Dan moet ik meer insuline geven. Zodat het weer gaat dalen. En als het onder de 4 of 5 is, dan zit ik te laag en dan moet ik meer eten om het weer omhoog te krijgen. Dus daarvoor moet ik de hele tijd dat prikje in mijn vinger doen. Oké, dit is dus mijn meetapparaatje. En dit is het apparaatje zelf. Dit zijn de stripjes en dit is de prikpen. Ik moet elke keer één zo'n stripje hierin doen. En op dat eind een beetje bloed doen. En ik heb deze prikpen. En hier zit zeg maar al een geladen naaldje in. En daar zitten dan 6. Daar kan ik dan 6 keer bij prikken. En ik zet hem gewoon op mijn vinger. En dan druk ik dit in en dan prikt hij. En dan kan ik gewoon zo drukken. En dan komt er bloed uit. En dat doe ik hierop. En dan gaat hij aftellen. ,8, dat is echt perfect. Ik moet een beetje tussen de 5 en de 8 zoiets zitten. Dus dit is perfect. Ik draai dan dit ding hier naartoe en dan weer terug. En dan zit er zeg maar weer een schoon naaldje. En dan doe ik dit hier weer helemaal in. En ik moet dit doen in ieder geval bij ontbijt, lunch, avondeten en voordat ik ga slapen. Ik moet nu dus ook die Mio gaan vervangen, die pleister. Die zit nu hier op mijn buik. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dus ik ga jullie ook laten zien hoe ik dat doe. Oké, als ik de Mio ga doen, dan... Dit is de Mio zelf, zeg maar. Dit is het buisje insuline. En dit is het reservoir. Hierin ga ik de insuline doen. Ik moet dat ook elke keer weer nieuwe insuline erin doen, zeg maar. Ik kan dit... hier is waar de insuline in zit, zeg maar. Die kan ik er gewoon uithalen en dan van de Mio zo losklippen. Dat doe ik ook wat ik doe als ik zeg maar ga douchen of ga zwemmen, want dan kan ik hem gewoon losklippen. Dit heb ik niet meer nodig, dus dit kan ik weggooien. Dan ga ik hier naar menu en dan kan ik... hier is er een optie reservoir en katheter. En dan nieuw reservoir. En dan gaat hij nu terugdraaien, want... Elke keer als ik insuline nodig heb, dan gaat er een stukje een beetje omhoog. Zodat zeg maar insuline vanaf onderaf omhoog wordt geduwd via het slangetje naar binnen. Maar die moet dan natuurlijk elke keer weer terugdraaien. En ondertussen ga ik hier insuline in doen. Wat ik doe, ik zet gewoon hier. Kijk, hier zit een zacht soort kussentje. En hier zit een soort naaldje. En die zet ik er gewoon op. En dan pak ik een potloodje om dit zo naar beneden te duwen. En dat doe ik tot hij hier onderaan ongeveer bij 2 milliliter is. En dan zit er hierboven altijd nog een luchtbel. Dus die tik ik zo naar boven en die doe ik terug in het insulinebuisje, zeg maar. Die kan ik er zo weer afhalen. En dan draai ik dit eraf. En hier onderaan eraf. En dan heb ik mijn dingetje gevuld met insuline. Openmaken. En hierin zit de Mio en het slangetje.
Ik doe het insuline ding. Zo. Hier kan ik hem zo erin steken en draaien. En dan zit hij vast. Omdat hij is teruggedraaid, kan ik hem er nu alvast insteken. En dan moet ik hem ook weer vastdraaien natuurlijk. En dan de volgende. En dan gaat hij hem plaatsen. En dan stopt hij zeg maar zodra hij de insuline ding voelt. Ja. Wat staat er? Houd plaats ingedrukt tot voltooid verschijnt. Nog niet op lichaam aansluiten. Ja. Oké. Okay. Hier zit zeg maar nog zo'n clipje op. Die haal ik eraf. En wat ik nu ga doen. Ik ga nu dit hele slangetje zeg maar vullen. Zodat ik zeker weet dat er geen verstopping zit. En dan als ik hier, zodra ik hier uit dit naaldje een druppeltje zie komen. Is het goed zeg maar. Tadaa. Oké, okay. Dan druk ik op volgende. En wat ik nu moet gaan doen... Oh, scherp staat op mij. Nu ga ik dit ding inprikken. Wat ik doe, ik haal zeg maar hieronder zit een pleister. Ik haal het papierrandje eraf, zodat hij gewoon gaat plakken. En hij is al zeg maar geladen, dus ik hoef alleen maar dit in te drukken. En dan zit hij op mijn lichaam. Ik zet hem gewoon hier op mijn buik. En nu zit hij zeg maar vast. En dan druk ik hem gewoon in. Oké, okay, deze keer deed hij geen pijn. Dat is fijn. Wat ik dan doe. Ik ga dit dingetje gewoon erop klikken. En dan ben ik verbonden. Jee. Ik doe dan hier nog even vullen. En wat hij dan doet. Dan vult hij zeg maar dat kleine buisje. Wat via... Wat zeg maar in mijn lichaam zit. Dat vult hij dan ook nog. Dat ik ook zeker weet dat daar geen verstopping in zit zeg maar. Oké, ik heb nu mijn eten. En mijn thee. En ik ga nu hierop. Ga ik op bolus klikken. Bolus wizard. En dan kies ik hier bij koolhydraten. Kies ik hoeveel gram ik ga eten. Zo. En dan druk ik op volgende. Hij heeft het dus al omgerekend in zeg maar hoeveel eenheden insuline ik nodig heb. Bolus geven. En dan gaat hij het nu gewoon in stapjes toedienen. En dat kan je hier ook zien. Oh ja, mijn moeder kwam nog wel met een goed ding. Hoe weet ik nou hoeveel koolhydraten er in iets zit? Nou, in het begin moest ik dat heel veel opzoeken. En ik had een speciaal boekje waarin dan stond per ding hoeveel, en per hoeveel gram, zeg maar, hoeveel koolhydraten er dan in zit. Ik heb het nu bijna 6 of 7 jaar. Dus ik weet dat inmiddels al eigenlijk bijna allemaal uit mijn hoofd. Van sommige nieuwe dingen weet ik het natuurlijk nog niet. Maar dat staat vaak ook op de verpakking. Ik ga nu in ieder geval even douchen. Maar dat zal ik zo meteen bijvoorbeeld even als ik een snackje neem of zo. Kan ik wel even laten zien waar dat dan staat. En hoe ik dat dan uitreken als het er niet staat zeg maar per stuk. Maar dat er alleen staat per 100 gram of zo. Oké, ik zal even laten zien. Ik kan gewoon zo... Ik ga nu trouwens douchen, dus daarom moet ik hem eraf halen. Ik kan gewoon deze twee zijkantjes indrukken en hem er dan uittrekken. En dan kan ik gewoon mijn pompje losklippen en ja. En die zet ik dan gewoon hier ergens neer en dan kan ik hem zo meteen, als ik klaar ben met douchen, gewoon weer omdoen. Het is bijna 11 uur, tenminste 10:30, 10:30. En ik heb even wat eten gepakt. Ik heb wat maiswafels en een kiwi. Tadaa. En ik zal heel even op die maiswafels laten zien waar je dan kan zien hoeveel koolhydraten erin zitten. Hier achterop staat dan dat 5 maiswafels 25 gram is. En daar zitten dan 19 koolhydraten in. 19 gram. Maar stel je zou zeg maar niet weten, stel deze tabel zou er niet zijn, er zou alleen maar per 100 gram staan. Dan doe ik gewoon het aantal koolhydraten per 100 gram gedeeld door 100 en dan keer hoeveel gram het weegt zeg maar. Ja, maar dat is hoe ik het anders uitreken. Maar nu doe ik dus gewoon 19 plus 15 van de kiwi is 34, zo. Dus dat ga ik nu even invoeren. Tada. Ik heb mijn lunch en ik heb net weer gemeten en ik zat op 5,2. Dus dat is gewoon top.
En in mijn salade zitten geen koolhydraten. Dus ik hoef ook niks te bolussen. Ik voel me nu dus dizzy, dus ik heb weer gemeten. En inderdaad, ik zit op 3,8 BSP-stem. En dat is dus te laag, dus dan moet ik sowieso deksel eten en iets van ongeveer 20 koolhydraten. Dus dat ga ik nu even pakken. En daar hoef ik dan niet voor te bolussen. Ik heb net een paar dekseltjes genomen en ik neem nu een pindareep. Ik was net met Indy en het is nu net 6 uur geweest. En ik ga nu eten. Maar ik moet eerst natuurlijk weer even prikken, dus dat ga ik heel veel doen. Oké. 13,3. Dat is een beetje aan de hoge kant. Mijn pompje die geeft een automatisch aan hoeveel insuline ik nog nodig heb om zeg maar weer goed te komen zitten. En daarbij voer ik gewoon de koolhydraten in van wat ik zo meteen ga eten. En die insuline zeg maar bij elkaar, dat krijg ik dan binnen. Oké, het is inmiddels 10 uur en ik ga zo naar boven. En ik ga voor de laatste keer meten vandaag. Ik heb trouwens net nog wel even een beetje mango gegeten. Dus daar had ik ook gewoon voor gebolust. Let's see. 14,7. Het kan zijn omdat ik nog niet heel lang geleden heb gegeten. Dus dan heb ik zeg maar nog deels ook insuline die nog actief is. Want dat blijft een uur nog actief in je lichaam. En dat verrekent hij dan ook weer. Het is best wel ingewikkeld. Maar ja, hij heeft nog een klein beetje actieve insuline. Trouwens, zit nu het laatste naaldje in. Dus wat ik dan doe om zeg maar. Hier zitten hier kun je zes keer mee prikken. En dan haal ik dit eraf. En dan kan ik zeg maar de gebruikte eruit halen. En gewoon de nieuwe erin steken. Deze erop doen. En dan is die weer opnieuw zes keer geladen. Ik moet trouwens ook nog even de oude Mio gewoon eraf halen. En wat ik gewoon doe is. Ik pak gewoon. Pulk ik een stukje los en dan trek ik hem gewoon zo van mijn buik af. En op mijn buik komt er dan soms een beetje bloed uit. Ja, nu ook een beetje. Maar hoe dat er dan uitziet, is dit. Dat kleine buisje zit zeg maar in mijn lichaam. Oké, dat was de video. Hopelijk is het nu voor jullie een beetje duidelijk. Als je nog vragen hebt, DM ons op Insta. Of gewoon hier in de reacties vragen stellen. Dan kan ik er misschien ook een keer een duidelijkere video over maken. En ja, dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!